Ja, Maurice, weer naar Telstar. Ja, eerder dit jaar afgelast. Ja, in al wedstrijd. Dus ja, leuk. Weer, we mogen weer. Afgelopen vrijdag geen wedstrijd gehad, helaas. Of helaas? Ja, wel helaas, want we waren goed voorbereid. En we wilden graag de strijd aangaan met Heracles. Maar goed, het weer heeft wat roet in het eten gegooid. Dus nou ja, we moeten kijken waar we die wedstrijd moeten inhalen. Maar ik ben blij dat we in ieder geval morgen weer kunnen spelen. Ja, inhaalwedstrijden. Morgen inderdaad de eerste van de twee dan. Ja. Je hebt al een keer voorbereid tegen Telstar. Gaat dat dan nu anders als je weer terug moet naar Telstar? Nee, het is gewoon hetzelfde. En ik heb ook weer geanalyseerd samen met Mark. En daaruit blijkt gewoon dezelfde patronen en ideeën. En gewoon een fysiek sterke ploeg. Ander systeem. Dus ja, interessante wedstrijd. Maar het is in ieder geval wel een pittige wedstrijd worden. En hoe staat het met de selectie? Iedereen fit? Bijna iedereen fit. Tim sluit weer aan. Rico is dan nog even een vraagteken. Of nee, is geen vraagteken, maar die is goed herstellende. In die zin is de vraagteken wanneer hij weer aan kan sluiten. Ik verwacht volgende week. Dus het ziet er allemaal positief uit qua blessures. Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Telstar? Nou, wat ik net al zeg, het is een fysiek sterke ploeg en die willen overal doordekken. En als wij de manier zoals wij graag willen spelen dat goed kunnen uitvoeren, dan ontstaan er wel ruimtes om doorheen te kunnen gaan. Waar we ook tegen Den Haag een beetje hebben nagelaten, de echte diepte achter de laatste lijn spelen, dat wordt morgen ook weer belangrijk. Maar we moeten zeer zeker ook alert zijn, want ze hebben natuurlijk wel ervaren spelers, creativiteit. Ze hebben de spits Plet en Overtoom. Dus ja, ze kunnen ook heel aardig voetballen en ze creëren ook wel de mogelijkheden. Dus interessante wedstrijd, een tactische wedstrijd en een fysieke ploeg. Ja, helaas ook de laatste twee gespeelde wedstrijden tegen de Graafschap en tegen Den Haag de laatste minuut. Is er iets waar jullie voor morgen scherp op zijn? Dan moeten we gewoon elke week scherp zijn. Dus daar hebben we geen aandacht aan besteed. Tenminste, hebben we vorige week wel gedaan. Alleen het gaat er nou om, heb ik al eerder aangegeven, hoe we weer aan het spelen zijn. Voor de winterstop vond ik het spel iets minder worden en minder fris. Nou ja, daar zie ik in ieder geval wel weer terug. En daar zijn de dingen waar we ons bezig mee houden en daar verder kunnen ontwikkelen. Alleen ja, natuurlijk moeten we wel een beetje rekening houden met de laatste minuten. Alleen ja, misschien is het morgen helemaal niet nodig. Nou, we gaan het zien. Veel succes in ieder geval, Maurice. Ja, dankjewel.